Waren jullie ook al zo slim toen jullie zo jong waren als zij? Zeker en vast. Zeker, tuurlijk. Ja. Mijn mama zei ook altijd, waar een wil is, is een weg. Ja? Dat is, en dat is zo. Hè. Een vriend van haar die was blind en die is toch nog tandarts geworden. Je kent hem, zo. Nee, wat... Je doet toch geen groter plezier dan jouw tanden uitlachen? Ja, jij doet dat nooit. Nee, ik doe dat nooit. Want nee. Ik denk, ja, ik vind het zielig voor jou en jouw tanden. En ja. Het is allemaal al moeilijk genoeg, denk ik. Ja. Nee, wat deden jullie toen jullie jong waren? Ook zo quizzen en zo? Of masturberen, nee. Nee, wat deed jij zo toen je jong was qua ontspanning? Ik hoorde trouwens laatst iemand, dat was in Japan. Die had, dat was wereldkampioen masturberen. Dat was wereldkampioen masturberen. Had ik nog nooit van gehoord. Misschien wel iets. Maar kan je zelf... Nee, maar en dan zat zijn vriendin, die zat dan achter de naamtjes. En dan zat hij, echt waar, zat hij te oefenen. Dus dan zag je hem voor de tv zo zitten. En dan zat zij gewoon te naaien om voorbereid te zijn op het wereldkampioenschap. En hoe wint je dan het wereldkampioenschap? Ja. Door heel vaak de climax te bereiken. Ah, oké, dat is mooi gezegd ook. Dus een teller en dan, gewonnen. Oh, ja. Ja, maar topsport natuurlijk. Ja. Ik ga 60 seconden uit wat Verdi gespeeld. Dan was alles misschien goed gekomen. Bijna 20 jaar na de release van de film Titanic is er eindelijk bewijs dat Rose een egoïstisch verwend nest was en dat er wel degelijk plaats was voor twee op dat stukje kapotte deur waar zij alleen op lag. Maar weet je nog wie Titanic regisseerde? James Cameron. James Cameron, ja. De regisseur was vaak vergeten, maar nu niet. Nee, dat is leuk, hè, met dat ding. Ja, en Kate Winslet heeft onlangs gezegd... Ja? Dat is jaren dag al discussie. En Kate Winslet heeft gezegd... Ja, ik denk ook dat we er met twee hadden op kunnen. Nee, dat heeft ze gezegd? Ja. Ja. Stel dat jij op de Titanic had gezeten en er is zo'n klapdeur en er is maar plaats voor één. Zou jij er dan gaan opzitten of zou je dat dan je partner... Zeker en vast. Je zou dat ook Nee. Ja, ik weet niet, maar ik zou proberen eerst in zo'n reddingsloep te gaan zitten. Ja, ik weet maar. Ik denk het beste wat je kan doen, volgens mij, is jezelf heel snel als vrouw verkleden. Want vrouwen en kinderen mogen eerst. Ja. En dan als we eenmaal op zee zijn, zeggen... verrassing. Als je erin zit. En dan al die vrouwen om die reddingsloep binnen doen. Nee, België is het beste in betalen met kaart. En Nederland is het beste in koffie drinken. De beste koffiedrinkers? Ja, van er zijn ze het beste in koffie drinken. Het meeste koffie drinken? Nee, ze zijn het best in koffie drinken. Ja, dat is voor de smaak van die smerige pindasaus. En ik zal jou eens iets vertellen. Ik was hier om de hoek bij Friet en zo. En waar verkopen ze daar? Ik kan zo met jou meegaan. Pindasaus. Echt waar? Bij Friet en zo. Hier om de hoek. Ah, dan is het wel lekker. Zeker. Wanneer heb jij ooit gefigureerd? Ik heb ooit één keer gefigureerd bij Robert Altman. Meen je? Ja. En in welke film? Ik dacht wel dat je daarvan onder de indruk zou zijn. Ja, ja, ik zie jou schrikken. Ja, nee. Ja, Robert Altman. Ja, als een grote regisseur. Ja, heel groot. En, en ik dacht, die wil ik wel eens aan het werk zien. Dus het was in Vincent de Theo. Ja, over Vincent van Gogh. Ja, Tim Roth speelde Vincent van Gogh. Ja. En Adelaide Rozen speelde zijn vriendin. Dat werd in Nederland opgenomen. En dan moest ik een kunstschilder zijn die aan een rivier zat te schilderen. Ja. En zij kwam achter mij langs. En aan de andere kant van de rivier was Robert Altman met de camera genoeg. Maar die zag ik niet zo goed. Maar ik dacht, nou ja, goed, ik ben toch in de film. Ja. Dus, en dan moest ik aan het schilderen zijn en dan moest zij langskomen. Maar toen zei hij action, toen dacht ik, ja, ken ik Vincent van Gogh? Ja. Moet ik reageren als hij langskomt? Moet ik schrikken? Dus de eerste keer dacht ik, nou, weet je wat, ik schrik eventjes van dat er iemand langskomt. Dus ik kijk zo naar achter. Nou, nee, het moest nog een keer over. Dus ik denk, oh, misschien ken ik hem en heb ik een ruzie met hem gehad. Dus toen kwam ik weer langs. Dus ik schrik en ik keek zo. En toen werd vanuit de andere kant geroepen met een ding. Get that painter out of there. Dus ik ging heel snel eruit. Nooit meer teruggevraagd. Dat schiet in het verhaal. Ja. Nee, geen vriendelijke man, wordt gezegd door iedereen. Ja. Nee. Nee, vond ik ook niet. Nee, helemaal. Ja. Ja. Heel veel mensen hebben we nodig. Ja? Ja. We gaan naar de tweede puzzel. Mark-Marie, Londen, vind jij een fijne stad? Londen vind ik wel leuk stad. Ja, ik kom wel met de boot en dan met de auto zo.
Ah ja, ja. Doe je dat nog? Serieus? Dat doe ik, ja. Ja, ja. Ja. Ik heb vroeger veel gedaan omdat ik geen geld had, maar bedoel... Ja. Nee, ja, vroeger deed ik het ook toen ik geen geld had, maar dan had ik ook geen auto. Ja. Dus dan, nee, maar dan ging ik gewoon met de bodem dan, en had ik ook geen kajuit, ging ik ergens onder een trap liggen slapen. Ja, ik ook, ja. Ja, en dan was ik ziek, dan had ik zo'n pilletje gepakt tegen een ziekte, maar ik dacht dat het een zuigtablet was. Dus, maar dat is smerig als je erop zuigt. En dan kreeg ik niet, en ik had geen geld om drank, dus ik kreeg dat niet aan mijn keel, dus ik werd hartstikke ziek van dat pilletje tegen ziekte. Nou, dat soort dingen, ja. Ja, nee.